Het tweede oefenduel van Hoogeveen zaterdag betekende een heuse stadsderby tegen tweede klasser De Weide. Een niveau waar Hoogeveen zaterdag ook zo graag naartoe wil. De eerste mogelijkheid is voor Enrico Schonewille. Ja, alle spelers uit de 22-koppige selectie van Hoogeveen kregen weer speeltijd. En hier is het De Weide dat denkt de score te openen. Maar het is buitenspel volgens grensrechter Jurri Santing. Hier, vrije trap van Jan ter Katen. Mesut Yildirim brengt die bal dan in. En daar is het bijna Dylan Bezuijen. Maar uiteindelijk Renzo Hemmers, doelman van De Weide, die hier bij de bal is. Ja, dan een heel vervelend moment voor Jelmer Wieringa. Waarschijnlijk een spierscheuring. Ja, ontzettend veel pijn. En die kan natuurlijk niet verder. Ja, en het lijkt er dus op dat Hoogeveen het voorlopig voor langere tijd zonder Jelmer Wieringa moet doen. Wieringa dus teruggekeerd van De Weide. Gaan we verder. Enrico Schonewille, maar opnieuw is het Hemmers die eerder bij de bal is. Half uur gespeeld. Ja, echt enerverend was het allemaal niet wat beide ploegen lieten zien. Maar blijf vooral kijken, want de hoogtepunten komen nog. Schot van Tim Mulder, overgekomen van HZVV. Dan de vrije trap van Mark van der Graaf in de handen van... Doelman Raymond Benjamins. Ja, dit waren dus spaarzame hoogtepuntjes, als je ze al zo mag noemen. Dan de vrije trap, snel genomen. Marco Santing, prima uithaal en dito redding van Renzo Hemmers. Dan de corner, Julian Mol. En dan is daar de kopbal van Jorno Luneborg. En zo wordt het in de slotfase van de eerste helft wat levendiger. Is het Jermo Verbeek. Probeert die bal dan terug te leggen, maar het is Raymond Benjamins die die bal te pakken heeft. Schonewille zet goed druk. Milano Wolters. Prima balletje van Jan ter Katen. Oh, wat doet hij dat prachtig. En dat geldt natuurlijk ook voor Sander van Veen. Afgelopen zaterdag bij zijn debuut scoorde hij 3 keer. En nu pikt hij weer zijn doelpuntje mee. Maar kijk ook naar dit balletje van Jan ten Katen. En dan is het zo vlak voor rust 1-0 voor Hoogeveen. Tweede helft, De Weide. Is het Frank Hogendoorn die zomaar door kan en denkt dat hij buiten spel staat. Maar er werd niet gevlacht. Opnieuw De Weide, 65e minuut. Jermon Verbeek. Ja, dan is het Edwin Santing die de tweede helft keepte. Die die bal wegbokst. Jacco Tuinstra. Zomaar in de voeten van Sifion Diababu. Krijgt die bal dan snel terug. Diababu. Met de uithaal. Maar ook daarmee breng je natuurlijk Renzo Hemmers niet in verlegenheid. We hebben nog een kwartier te spelen. Saroni Vredink. Prima bal op Jesse de Haas. Ja, en die gaat dan wel erg makkelijk liggen. En daarvan zegt scheidsrechter Smokebrands dat het geen strafschop is. 10 minuten te gaan. De Weide op jacht naar de gelijkmaker. Jermon Verbeek. Ja, en dat scheelt niet veel. En zo naderen we het einde van een zeer matige wedstrijd. De corner. Jan ter Katen legt die bal prima terug op Jesse de Haas. En wat doet die? Ho, ho, ho. Wat weer een fantastisch doelpunt van Jesse de Haas. Afgelopen zaterdag scoorde hij ook al op weergeloze wijze tegen Delersvaart. Ja, en deze is misschien nog wel mooier. Jesse de Haas. Ja, door de week gewoon live te zien bij de wasbeer. Dus wilt u uw auto nog laten wassen? Gewoon even naar de buitenvaart gaan, naar de wasbeer. En dan ziet u Jesse gewoon ook daar live in actie.
Ja, dan is het dus 2-0 voor de derde klasser tegen de tweede klasser. Frank Hogedoorn. Krijgen we dan nog een treffer te zien voor de Weide? Maar ja, dat is geen... daar heeft Edwin Zanting natuurlijk geen moeite mee. Oh, wat weer een fantastische bal van Jan ten Katen. Op maat voor Sifion Diababu. En die rondt het ook geweldig af. En dan is het 3-0 voor Hogeveen. Maar kijk nog eens. Ja, dit is natuurlijk smullen geblazen. En ook uitstekend afgerond natuurlijk door Diababu. En zo wint Hogeveen ook de tweede oefenwedstrijd. Wordt de Weide met 3-0 verslagen. Ja, en gaat zaterdag het serieuze werk beginnen, want dan wacht de eerste bekerwedstrijd. En is om 2 uur, let op, om 2 uur thuis VCG uit Grusbrug de tegenstander. En om 5 uur volgt dan vervolgens de eerste ronde van de Toto KNVB-beker, de landelijke beker, met Hogeveen tegen Dovo. Bestel uw kaarten via www.vvhogeveen.nl.